de wet betaalbare huur. Ja, de Eerste Kamer gaat erover stemmen. Hoe ziet u die wet? Nou, de naam is een beetje verkeerd. Hè? Het is een goede marketing gimmick door de wet betaalbare huur te noemen. Maar het is eigenlijk de wet van niemand krijgt meer een woning. De particuliere verhuurmarkt beslaat ongeveer 7% van de totale verhuurmarkt. En die verdwijnt gewoon. Mensen stoppen. Mensen gaan niet nog langer verhuren als ze daar verlies op maken. Dus er is een enorme exodus gaande van mensen die uitponden en het kapitaal naar landen verplaatsen waar je een betrouwbare overheid hebt en waar je nog wel beleggingsrendement kan maken. De gevolgen die zijn desastreus voor heel veel mensen. En dat zit hem dus niet per se in deze ene wet, maar het zit hem in het samenspel met bijvoorbeeld de fiscale maatregelen in box 3, het verbod op tijdelijke huurcontracten. En die optelsom, het lijkt wel alsof dat overzicht een beetje kwijt is op dit moment van wat die optelsom betekent voor huurders die echt dringend een eigen plek nodig hebben. Zelfs de Raad van State heeft gezegd, niet doen. Dit is een catastrofe. Het klinkt leuk, wet betaalbare huur, maar het is een kat in de zak. Want het leidt tot minder huurwoningen en het leidt tot hogere huren. Dus niet doen. Wil je nou niets meer missen? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal. En vergeet natuurlijk niet om deze video te liken.